Sessie liep Harry Elvira Becks tegen het lijfje. De turnster die 22e was geworden, een schitterende prestatie. Verder kom ik niet. Nee, verder gaat niet. Ja, nee, dit is het. Weet je dat je naast de stijfste man van Nederland staat? Kijk het verschil. En ik kom tot zo ongeveer. Zo. Met je knieën op de grond? Bijna. Bijna met je knieën op de grond. Dat is ongelooflijk, zeg. Kijk even of je mijn benen naast mijn hoofd. Oh, ja. Ah, kijk je uit met me. Kijk. Oh. Ten slotte ging de populaire verslaggever ook nog op het fietsje van badmintonster Astrid van der Knaap zitten. Oh. Met je evenwichtsgevoel op een gegeven moment. Is het evenwichtsgevoel? Ja. Met je snel uit laten. Ja, 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 ja. Die boom. Oh. Hallo. Hallo. Hartelijk welkom in Barcelona. Dat was een rit zeker, hè? Ze hebben me goed geholpen. Ja. Tot zover het wekelijkse gesprek met de minister-president. De Jan de Bouvry van het Nederlandse cabaret is even helemaal op zichzelf teruggeworpen. Ook ineens met de fiets van Lubbers. Van Acht bewees al dat sport en politiek hand in hand gaan, als er tenminste camera's in de buurt zijn. Anders heeft het geen zin om je het snot achter je ogen te fietsen. Niet waar, mevrouw Lubbers? Lubbers, is het nou zo dat het fietsen nou binnen het CDA, zeg maar, na Van Acht, dat de nieuwe promotie wordt? Hij heeft al netjes 10 jaar gewacht. Ja, hij heeft wel een tijd gewacht, ja. Okay. Dus als je op je hoogte bent... Nou, ik denk dat het met leeftijd te maken heeft. Zo van, als je niet meer kan rollen, dan ga je maar fietsen. De heer Huibrechtse, voorzitter van het NOC, geeft als geen ander inhoud aan het begrip uitgewoond. Gelukkig hebben we een premier die de naastenliefde niet alleen op zondag praktiseert. En toen moest Harry snel door naar de haven voor een diepte-interview met Tjerk Westerterp, die een afspraak had op de kakboot. Wat gaat u doen hier vanavond? Nou, we hebben hier vanavond een diner. Een diner met wie allemaal? Met, ik heb begrepen, prinses Anne. Ja? En dan de Nederlandse minister-president. Ja? En een aantal bobo's. En wat gaat u allemaal bespreken dan met nou, de bobo's? Nou, dat zullen we kijken. Waar gaat dat allemaal over? Nou, worden zaken gaat, besproken? Ja, het gaat over 2 jaar. Ja. Wordt in Nederland de wereldspeler gehouden, ja, voor de paarden. En daar wordt vanavond over gesproken. Oh, en worden er ook nog zaken gedaan intussen? Wie weet. Zo tussen zo'n borreltje door? Dat zal toch wel. Tussen een glaasje wijn door, hè? Oh, man, ja. Ik ben niet kwalijk. Wat ordinair van mij ook. Tuurlijk wijn, neem niet kwalijk. Meneer Westerterp, het was leuk om je even te zien. De sportjournalistiek slaat steeds onverwachtere wegen in. Over eroverheen. Hier treedt de populaire verslaggever op als kledingadviseur van surfer Stefan van den Berg. Staat het goed of staat het niet goed? Dit is echt fantastisch. Ja, ja. Wat staat er ook op? Kan je het lezen wat er staat? Nou? Goud? Ja. Goud. 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 Juist. Waarom hebben wij nog geen gouden medaille? Wat is dat? Is dat Hollandse lulligheid? Is dat weer gepruts? Weet je wel, het kan zo niet doorgaan. We moeten goud hebben. Ja, ik weet er van 84 dat ik dus zo gefocust was. Zo gefocust op één doel. Van dat doe je. Je hoorde niets anders, jongen. Je kon er helemaal aankomen lullen. Ik was gewoon weg. Ik had gewoon één blik. En dan goud. Dan ben je daar goed mee bezig. Juist. Maar dat zijn van die momenten die gewoon heel zelden voorkomen. Maar is dat nu ook zo bij jou? Ben je ook alleen maar gefocust op het goud? Ja, maar goud, dat was 8 jaar geleden. En je verandert toch. Je verandert ook als mens. Je krijgt veel meer interesses. Als je jong bent, heb je vaak maar één doel voor ogen. En dat is dan het maar dat kan niet door, geen andere interesses. Nee, goud. Ja. Beloof je me dat? Ga jij die medaille halen voor Nederland? Ja, kijk, je want ik vertrouw nu niemand meer, want iedereen roept wel, we gaan het doen en niemand komt. En ze komen met niks, met brons. Ja, daar heb ik niks aan.